everybody en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag. Ik heb een paar dagen geskipt en dat had meer dan de reden dat ik me afgelopen dagen niet zo lekker voel. En ook heel veel heb gewerkt. Het is nu dus vandaag donderdag en vandaag zou ik eigenlijk moeten werken tot 3:30, maar ik heb gisteren afgebeld. Omdat mijn darmen overvol zitten en op advies ben ik klisma's weer gaan gebruiken. Gisteren een paar klisma's gezet, vandaag een paar met een beetje resultaat, wat hartstikke fijn is. Maar nog steeds heel veel pijn. Ik zit ook aan de pijnmedicatie nu in de hoop dat allemaal een beetje te onderdrukken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat ik nu eventjes wil gaan doen is mijn wenkbrauw verven. Ik heb ze de afgelopen dagen al geverfd, maar ik wil ze nog ietsje donkerder. Dus dat gaan we doen. Ik heb ook mijn haar de afgelopen 2 dagen terug, volgens mij was dat dinsdag, heb ik mijn haar geverfd. Hoe leuk is dit, jongens? Het is gewoon weer zwart. Helemaal blij mee. Maar goed, ik ga dus nu mijn wenkbrauw eventjes doen. Verder ben ik nog steeds lekker mijn gemak aan het houden vandaag. Ik voel me dus ook vandaag echt niet lekker. Dus ik hou alles eventjes een beetje op een laag pitje vandaag. Ik heb net wel even mijn bed verschoond. En ik heb wat kleding wat ik zo in mijn kast moet leggen. Ik heb even gestofzuigd, want ik wil wel een beetje in beweging blijven. En ik heb mijn bureau gedraaid, zoals je ziet. Ik sta nu aan het voeteneind van mijn bed. En ik moet zeggen, dat vind ik wel leuk. Ondanks dat ik tegenlicht daar heb, doe ik vanaf daar nog best wel veel licht. Dus daar ben ik wel blij om. Maar goed, ik ga even mijn wenkbrauwen doen. En ik heb op zich de hele dag lekker gerust. Dus dat is ook wel weer fijn. Maar ik dacht net wel even, want het is wel even tijd om iets te gaan doen. Dus vandaar eventjes de wenkbrauwen gaan doen. En net even rustig zelf aan mijn bed verschand. Wat ik verder trouwens deze week ga doen is niet zo heel erg veel. Ik moet morgen werken. Ik moet zo meteen einde van de middag ook heel eventjes duurzorg terugbellen. Maar ik moet morgen werken van 7 tot 12. En ik vergeet ook continu wat ik moet zeggen. Oh ja, en zaterdag moet ik werken van 7 tot 2. En zondag ben ik vrij. Dus en de afgelopen paar dagen heb ik trouwens ook gewerkt. Dus ja, het is wel even een lekker weekje, moet ik zeggen. Lekker werk weet je ook vooral, dus daar ben ik wel blij om. Maar goed, we gaan nu in ieder geval even de wenkbrauwen doen. En dan is dat in ieder geval gebeurd. Goed, het is inmiddels avond en ik heb wat leuke dingetjes, of tenminste mijn vader heeft iets leuks gedaan. We hebben namelijk pas een graveerapparaat binnengekregen. En we hebben dus vanmiddag iets geprobeerd, dat ging redelijk, niet helemaal. En toen kwamen we op iets ander idee. Ik heb namelijk het De Vijver logo, wat ook daar op het boek staat, op dit doorzichtige hoesje gegraveerd, geprint. Hoe tof is dit, jongens? Ik moet hem alleen nog eventjes oppoetsen en een speciaal spul eroverheen zodat hij weer helemaal glimt. Maar hoe gaaf is dit? Ik heb gewoon het De Vijver logo op mijn telefoon. Hoe tof. Wat ik al zei, we moeten hem nog op gaan poetsen en zo. Dus ik heb nu gewoon mijn oude hoesje om. Maar als deze helemaal glimt en al, dan ga ik die echt omdoen. Maar goed, jongens, het is nu tijd om te gaan slapen. Ik ben ook al wel redelijk moe. Het is ook al best wel laat, want ik moest wachten tot het apparaat klaar was. Het is, om precies te zijn, 12:03. Ik ben het heel eerlijk gezegd niet eens meer zo gewend om zo laat op te blijven. Maar goed, het is wat het is. Ik kruip mijn bed in. Even bukken. Anders loop ik met mijn kop tegen de
tegen mijn bedrand aan. Ik ga slapen, jongens. Ik heb heel veel pijn. Ik heb ook best wel wat pijnmedicatie onderhand vandaag ingenomen. Dus dat is ergens ook alweer lekker. Ik kruip lekker onder de wol. Ik ga lekker slapen. Mag ik heel even social media checken? Ik kan het niet laten. En dan zie ik jullie morgen. Slaap lekker. Goedemorgen. Ik ben net wakker, jongens. Het is 8 uur. Maar ik heb mijn eigen wakker geworden. En ik heb super slecht geslapen. Echt ontzettend slecht. Ik ga er zo wel uit, want ik moet het ziekenhuis bellen. En ik moet naar de apotheek. Dus dat gaan we maar even doen. Oh, ik heb echt super slecht geslapen. Echt niet lekker slapen. Maar goed. We gaan eruit. En wat gaan we doen? Goed. Zojuist het ziekenhuis gebeld, jongens. Want ze hebben dus verkeerde medicijnen doorgegeven. Helemaal leuk. Dus dan heb ik nog niet wat ik moet hebben. Super irritant. Maar goed. Veranderen we even niks aan. Ik ga mij aankleden nu. Trouwens, wat ik jullie even wilde vertellen, is dat hoesje waar ik het gisteravond over had, die ik heb gemaakt. Ik ga even de lamp aan doen, dan kun je hem iets beter zien. Die heb ik op Instagram gezet en ik heb de mensen getagd van de vijver. Angela, oftewel Lela, heeft er dus op gereageerd. Superleuk, kijk. Ik heb haar dus die Insta-story gestuurd die ik gepost heb en zij heeft er dus op gereageerd. Oh my god, leuk. Echt tof. Ik vind het leuk dat ze het zien. Jamie heeft het ook gezien. Thijs heeft het gezien. Liandra heeft het nog niet gezien. En Sander heeft het ook gezien. Dus dat is super leuk. Ja. Dat was eigenlijk een beetje mijn verhaal. Ik ga me aankleden. Even pedemedicatie innemen. Want zelfs het inademen doet gewoon weer zeer hier, jongens. Echt niet leuk. Maar goed. It is what is. Ik ga me aankleden en naar de apotheek, want ik moet ook insuline halen voor mijn vader. En ik moet even het nieuwe die ik Clovenac gaan halen, want die is bijna op. Dat is niet top, want dan heb ik alleen maar meer pijn vandaag. En ik ga mijn haar doen, want dat ziet er ook niet uit. Morning. Jongens, ik loop buiten. Ik ben inmiddels aangekleed. Ik loop buiten, onderweg naar de apotheek. Ik heb het ziekenhuis net aan de lijn gehad, 3 keer toe. En de huisartsen hebben dus inderdaad het verkeerde recept gegeven. Nou, lekker slim. Ik ben mooi klaar, maar... Dus, ik loop naar de apotheek en hoop dat ze het recept al hebben liggen daar. En anders moet ik vanmiddag terug. Maar ik moet sowieso klisma's halen. En nog andere medicatie. Het is weer een lekker weekje, jongens. Ik weet trouwens niet of ik dat gisteren heb verteld, maar ik heb mij dus ziek gemeld voor de rest van de week op het werk. Omdat ik te veel pijn heb en gewoon moet laxeren. Dus dat gaan we maar dan gewoon doen. Dus ja, we gaan even onderweg naar de apotheek. Goed. Inmiddels zijn we een hele dag verder en ik heb zojuist een TikTok opgenomen waarin ik mijn eigen haar knip. Het is nog allemaal nat en het staat een beetje gek, omdat mijn haar de laatste alleen maar die kant op heeft gezeten. Maar het hoort dus zo. Maar het staat nu nog heel erg bol. Dus we moeten het er zomaar eventjes mee doen. Maar, kijk, het staat heel erg omhoog, maar het moet naar beneden. Maar dat zal zo meteen wel gaan zakken en anders feun ik het zo eventjes. Maar wat ik dus wou zeggen, is dat ik dus de hele dag rustig op bed heb gelegen. Ik heb heel veel pijn gehad. Ik ga nu even naar mijn oma toe lopen, want die heeft nog, die gebruikt dezelfde zakjes medicatie als die ik gebruik. Alleen, ik heb veel te weinig gekregen van de apotheek. Dus ik ga bij haar even wat halen. En verder heb ik niet zo heel veel te vertellen. Ik heb de hele dag gewoon rustig op mijn gemak gehouden. Ik heb wel net eventjes door de nagellak op gedaan. Ik dacht, ik doe eventjes iets op. Niks te doen.
Maar ik lig dus de hele dag op bed te hangen en te doen. En ik heb niks te doen. Ik voel me niet lekker. Dus ja. Het is niet zo heel veel. Maar ik ga even gauw wat eten. Ik ga even iets van pasta eten. En dan ga ik daarna naar mijn oma. I'm blue. Zo. Het is beter. Jongens. Ik heb ziek veel hoofdpijn. Echt kloppende hoofdpijn. Dat is echt niet leuk. Dus ik ga me omkleden. En ik ga lekker slapen. Ik ben het een beetje zat voor vandaag. Ik zie jullie morgen. Ik ga het weekend gewoon doorvloggen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En vandaag wordt het de vierde en ene laatste dag waarin ik al moet. Lotionmiddelen gaan gebruiken. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel laat gaan slapen. Dus daarom dat ik me eigenlijk niet lekker voelde. En omdat ik weer een blonke oor heb. Mijn oor is weer gaan ontsteken. Helemaal leuk. Ik doe altijd. Echt hoor. Dus het deed weer lekker zuur vannacht. Ik kon er ook helemaal niet op liggen. Het is gewoon echt fiks weer buiten vandaag. Dus even lekker binnen. Het is 8:30. Ik heb echt pijn gehad vannacht weer. Dus ik ga zo eerst even medicatie innemen. En ik denk dat ik zo lekker een jongensbroek aan ga trekken. Of iets van een chill outfit. Ik heb geen zin om helemaal over de top gekleed te gaan vandaag. Aangezien ik toch thuis blijf. Dus toen denk ik een makkelijk outfitje vandaag. Ik ga eens kijken wat ik in de kast heb en dan ga ik even lekker wassen en aankleden. Yes, jongens en meisjes, ik ben aangekleed. En gewassen. Ik heb een geel, ook een gele, oranje trui aan. Een focus, juist nu wel. En een legging, even mijn sloffen. Want ik ben vandaag toch nog thuis en het zit gewoon lekker. Vooral deze legging zit lekker. Maar ik moet Rio nog uit het kooi halen. Ik heb gisteren mijn haar was gedaan. Maar Rio vindt dat niet zo leuk. Dus ik denk dat het nog wat leuk wordt vandaag. Goedemorgen! Ah! 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 Rio vindt het dus niet zo leuk. Maar ja, heb je paar. Het zijn mijn handen. Even de douche aan. Gaan we Rio even douchen. Kijk, die vind ik wel niet leuk. Ik heb een kusje, hè? Dat is Maus. Nee, dat is geen kusje, dat is aanwallen. Nee, je moet douchen. Kijk, en dit vind je dan niet leuk. Dan gaat hij ook weer wegrennen. Handje even drogen. Zo. Ga je mee? Kom. Kom. En nu denk je van ik bij zeggen, ja, ik moet nu al wel luisteren. Anders wordt Kim boos. Oh, dankjewel, Rio. Zo. Boom. Daar zijn we dan. En ik had net het briljante idee. We hebben nog van die lichtbalken. Die ik ook bij mijn bed heb. Die staan hier. Die gebruiken we nu niet meer. Dus ik dacht, ik ga er eentje bij de trap hangen. Want het is hier namelijk altijd hartstikke donker als je van boven naar beneden loopt. En als ik hier eentje kan zetten, is het hier een stuk lichter. Ik ga het even hier doen. Dan ben ik het dichtst bij de trap. Ik zeg, we hebben dus nog twee van dit lichtbalken. En dan hoef ik ze niet op te hangen met het haak, want ik kan hem gewoon onderaan de trap zetten. Dan moet ik even kijken of dat werkt.
kan ik hem hier instoppen. Van het, maar waarom moet ik het anders doen? Dan heb ik geen stopcontact. Maar ik had juist een goed idee met die lamp. Het is ook wel vet voor foto's, jongens, ben ik er nu in. Ik ga even nadenken hoe ik dat het beste kan doen. En het is gelukt, jongens. Je ziet daar al wat licht vandaan komen. Hij zit. En ik ben er blij mee. Tenminste, ik hoop mijn ouders ook, maar je hebt dus vaak vanaf hier geen licht. Maar nu, dus wel, ik heb hem hier achter gespannen. De deur kan gewoon dicht, niks aan de hand verder. Er ligt hier alleen een lichtbak waarmee je hem aan en uit kan zetten. Waardoor het ook veel meer licht is. En het ook gewoon veel chill is, want je ziet nu ook gewoon de kilo op. Dus dat is leuk. Helemaal blij mee. Maar, ja, ik wil iets vertellen, maar ik weet niet meer wat. Maar nu ik hier toch sta. Ik ga gelijk foto's maken hier. Als het toch licht is, jongens, in het trapgat. Helemaal leuk. En daarna ga ik ontbijten en koffie drinken. Want ik heb wel trek in koffie. Goed, ik heb net even de keuken opgeruimd. En ondertussen ben ik lekker aan het bellen met Ash. Ik heb ook zo'n lichtbalk hier neergezet. Zodat het hier ook meer licht is en licht geeft. De keuken helemaal schoongemaakt en opgeruimd. Dus dat is helemaal top. Even ontbijten, koffietje drinken. En dan even lekker YouTube kijken. Even lekker chill. Wakker worden en dan op zich, maar heb ik niks te doen. Behalve laxeren weer. Laten we zo meteen maar doen. En dan gaan we kijken hoe het mag. Boom! Goed, jongens, ontbijtje is op. Het koffietje staat af te koelen, maar ik wil jullie nog even zeggen dat ik de laatste tijd heel erg van de shortjes en gekke dingen ben. Eigenlijk. Oh, het is bijna mijn plaat. In dit geval heb ik hier een green goodness, oftewel een. Shortje met spinazie, appel, avocado, banaan en citroen. Ik heb ook proteïne shakejes gehaald, kleintjes. En ik heb nog chuderans gehaald. Dat staat ook in de koelkast. Maar ik vind het heerlijk om gewoon elke dag eventjes zo'n shortje of shakeje te nemen. Tussendoor of in de ochtend of in de avond. Heerlijk. It wasn't funny for the reason why I actually gave up coffee for... Oh. Now, I did have deep coffee. Oh mijn god. Mijn tanden worden groen. Bah. Ik kan dus niet tegen avocado. En die smaakt die heel erg. Dat vind ik heel vies. Oh. Oh mijn god, mijn tanden zijn groen. Oh, bam. Goed, en ik zit eventjes boven. Ik heb wel tegenlicht, dat is wel nauw als mijn bureau zo staat. Maar zoals je ziet, ik heb even een borrelballetje opgewarmd. En ik heb een lekker kopje koffie gemaakt. Ik heb net allemaal medicijnen weer ingenomen. Dus ik verwacht wel even weer wat pijn zo meteen. Maar goed, ik hoop dat het wel werkt. Ik heb ook een pot met poeier gehaald bij de kruidvat. Voor, ook voor je stoelgang. Dat de ontlasting verzacht en weet ik dat allemaal. Ik denk ja, het is het proberen waard. Dus ik ga eens kijken hoe dat werkt. Heb ik ook ingenomen. Maar ik ga eventjes wat YouTube video's kijken. Want ik loop een beetje achter en ik heb toch niet heel veel te doen. Dus we gaan het even doen. Ik moest eigenlijk werken vandaag tot 2. Dat is natuurlijk afgezegd voor de rest van de week. Omdat ik aan de klisma's en al die dingen zit. Ik moet zeggen, het doet allemaal behoorlijk pijn nog steeds. Maar een beetje het gemakje houden en dan komt het hopelijk wel goed. Goed, aangezien ik een beetje, ik voel me eigenlijk een beetje nutteloos. Dus ik heb net de kast opgeruimd, alles boven op mijn kast en daar. En ik heb alles in de vuilniszak gegooid. Allemaal 3000 miljoen glazen naar beneden gewacht. Ik ben nu voor de was aan het doen. Dat moet ook gebeuren. Dus we gaan even wasje ophouden.
Goedemorgen allemaal. Het is zondag. En ik ben net wakker. Het is 9:15. Ik heb lekker geslapen. Ik ben vannacht 2 keer wakker geweest. Ik ben ook daaruit geweest. En toch de van de raam met die koude kamer open stond. Dus ik moest de raam tot 2 keer toe dicht doen. Maar goed. Ik ga even douchen. Dat kan ook gebeuren. Mijn haar was en zo. En daarna ga ik de gaai doen en dan ben ik bij jullie terug. Goed, jongens, ik heb lekker gedoucht en ik ga de vlog hier eindigen. Ik ga een nieuwe vlog starten, want het lijkt me wel leuk om dat te doen voor vandaag zondag, aangezien ik de hele dag alleen thuis ben. Dus wil je nou zien wat er vandaag gebeurt, check dan eventjes vrijdag om... Hoe laat ging ik het ook weer doen? Oh ja, vrijdag om 7 uur 's avonds, jongens, check even de vlog. En dan zie ik jullie maandag weer. Doeg! Thank you.